In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede. Welkom, broeders en zusters. Welkom u hier aanwezig. Welkom ook u die via televisie en of radio met ons verbonden bent in dit uur van gebed. Wij zongen dit huis vol mensen. En we weten ook dat er mensen zijn buiten dit huis en misschien er ook wel binnen die met ons audiovisueel verbonden zijn. Samen willen we in dit uur in gebed zijn. Straks zullen we gaan luisteren naar een evangelie, wat misschien wat vreemd aandoet, maar daarover straks meer. Je bent als gelovige mens van goede wil onderweg. Oud en jong. Vandaag mogen we kennis maken met een aantal jonge mensen, gelovige mensen van goede wil. Hier naast heb ik keurig liggen een paar mappen. Ik hoop dat die straks zullen helpen om ook goed gelovig onderweg te zijn op een manier die bij je past. Maar mag ik ook Femke en Damian vragen naar voren om hun inleiding te verzorgen. Ik kwam ter wereld zo'n 11, 12 jaar geleden. Vanaf toen af aan ben ik op reis gegaan, al weet ik nog niet waarheen. Als ik op reis ga, heb ik vaak een rugzak, een knapzak of een koffer bij me. Maar wat moet ik meenemen op mijn reis door het leven? Mijn ouders, leraren op school en andere mensen hebben me best iets meegegeven voor die reis. Ze hebben mij een steentje bijgedragen in mijn knapzak. Maar nu ik ouder word, mag ik ook zelf wat in die knapzak stoppen. Dingen, ideeën, verhalen die me kunnen helpen onderweg. Maar wat dan? Daar praten we over met elkaar bij de voorbereiding van het sacrament van het vormsel. En ik weet, ik ben niet alleen op reis. Heel veel mensen trekken met mij mee. En God ook. En zo komen we eraan toe om te zeggen, we zijn onderweg. En je weet het, ze zeggen wel eens, waar gewerkt wordt, er worden fouten gemaakt. En waar mensen gelovig onderweg zijn, gebeurt dat misschien ook. Laten we samen even nadenken en even terugkijken op de afgelopen week. Wij gaan naar schuldbelijdenis nummer 1. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Bidden wij zingend de Heer om ontfermen.
Laten we het een ogenblik stilmaken in onszelf om te bidden. God, op de berg hebt gij ons Jezus geopenbaard als uw Zoon, groter dan de grootste der profeten. Leer ons luisteren naar zijn woord en schenk ons inzicht in het mysterie van zijn lijden en verheerlijking. Hij die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. We gaan luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift. Deze lezing is genomen uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Broeders en zusters, volg mij na en houd hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. Want ik heb er u al vaak over gesproken en moet het nu onder tranen herhalen. Velen leiden een leven dat hen indeelt bij de vijanden van Christus kruis. Ze zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun God. In hun schande stellen zij hun eer. Zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar ons vaderland is in de hemel. En uit de hemel verwachten wij onze Verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam, met dezelfde kracht die hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen. Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houd aldus stand in de Heer, mijn geliefde. Tot zover deze lezing.
De Heer zal bij u zijn. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en besteeg de berg Tabor om er te bidden. Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen waren. En zij spraken over zijn heengaan, dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Toen deze van hem wilden heengaan, zei Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: Dit is mijn zoon, de uitverkorene, luistert naar hem. Terwijl de stem weer klonk, bemerkten zij dat Jezus alleen was. Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden. Zo spreekt de Heer. Wij hoorden over Petrus en zijn metgezellen. Petrus en de apostelen worden door Jezus meegenomen op een reis. Een gelovige reis, zou je kunnen zeggen, naar Jeruzalem. Ik wou graag vandaag de groep vormelingen naar voren vragen om ook onderweg te zijn, maar dan naar hun vormsel. Jongens, mag ik jullie naar voren vragen? Jullie worden straks gevormd en laten jullie je maar zien aan de kerk. Mag ik jullie vragen om hier voor op de trap te staan? Kom maar naar voren. Misschien is het goed als de langste even wat achter gaan staan, dan kunnen we. Zo ja. Zo krijg je een jonge groep gelovige mensen een gezicht.
Ik weet niet of ik het goed zeg, jongens, maar jullie zijn nu als het ware even, net als Petrus en de apostelen, gaan jullie onderweg naar jullie Jeruzalem. En dat is dan even nu jullie vormsel. Vandaag zijn we ook getuigen in het evangelie van wat je noemt een topontmoeting, een topconferentie. U weet wel, als er wat belangrijks te doen is, dan komen allerlei belangrijke leidersfiguren bij elkaar, want er is iets te bespreken. En zo ook voor de groep van Jezus en zijn metgezellen. Jezus, die staat op een cruciaal, op een belangrijk ogenblik in zijn leven. Op de reis die hij maakt met God en met zijn metgezellen naar Jeruzalem. En nee, dat is niet zomaar een ogenblik, daar moet even over gepraat worden, want Jezus heeft als het ware even een steun in de rug nodig. Als je gelovig met elkaar onderweg gaat, dan doe je dat samen. Je komt bij elkaar. Om elkaar even een steun in de rug te geven, want zoals het ook al aan het begin van de viering werd gezegd, geloven doe je niet alleen. Daar heb je elkaar voor nodig, jong en oud. En zo heeft, mag je misschien zeggen, ook Jezus mensen nodig om gelovig onderweg te zijn naar Jeruzalem. En wie zien we dan nog meer verschijnen? We zien Mozes en Elia verschijnen. Die verschijnen daar niet zomaar. Dit is niet zomaar een soort van wonderbaarlijke verschijning, een soort royalty zou je kunnen zeggen, een soort topontmoeting ergens hoog in de wolken. Nee, er komen twee belangrijke figuren bij Jezus staan, gelovige mensen. Mozes uit het Oude Testament. Onder zijn leiding gaan de mensen uit Egypte gelovig op weg. Ze trekken weg uit de plek waar ze gepest worden, waar ze geknecht worden. En ze maken die intensieve reis op weg naar het beloofde land. En ze krijgen dan 10 regels mee. 10 woorden. En dat gebeurt op een berg, op de berg Sinai. 10 richtingaanwijzers om goed te leven. En zo komen ze aan in het beloofde land in Israël. Daar wonen ze en leven ze. En u weet hoe het gaat. Wij mensen gaan gelovig weg, onderweg in het leven. En mag ik het zo zeggen, met deugd en de ondeugd. We zijn niet altijd even lief. Een gelovige mens, dat word je niet vanzelf. En dat blijf je niet vanzelf. En een goede mens ben je ook niet vanzelf en word je niet vanzelf. Daarvan vertelt Paulus al, ook gelovige mensen kunnen ze nu en dan fouten maken. Waar je soms best even hardop mag wijzen. Dat je zegt, oh ja, nee, dat was even niet goed. En zo komt ook de profeet Elia langs en in zijn dagen spreekt hij de mensen toe over God. Over hoe ze hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. En daar gebruikt hij ze dan zachte woorden voor. En zo nu en dan is hij ook wat harder in zijn kritiek. Maar Elia spreekt wel tot de verbeelding. De mensen herkennen in hem wat je noemt een profeet. Iemand die je gelovig doorhelpt. Iemand die je gelovig op weg helpt naar God toe. En hij is zeg maar de andere grote figuur uit het Oude Testament. Uit het geschiedenis van het Joodse volk. En die twee figuren ontmoet Jezus om een steuntje in de rug te krijgen. Want hij is wel op het hoogtepunt, zou je denken, daar in die wolken. Maar 40 dagen later maakt hij het dieptepunt van zijn kruisiging mee. Je zou kunnen zeggen, op het moment dat Jezus eigenlijk echt een loser is. Iemand die even niet meer meetelt. En dat moet doormaken. En ja, zijn metgezellen zijn dan even niet meer met hem. Wat doet dat met je als je je van God en mensen verlaten voelt? Maar daar blijft het niet bij. Jezus, en dat bespreken ze dan allemaal zogenaamd op die topconferentie, Jezus gaat ook dan weer op weg naar het hoogtepunt van Pasen.
Hij wordt geroepen uit de dood terug. Voor ons misschien wat moeilijk voorstelbaar, maar toch. Laten we het even gelovig aanhoren en even meenemen voor onszelf. Dat is de boodschap die Jezus meekrijgt. Dat is ook wat de apostelen ook even mogen meekrijgen. En het is slechts wat je noemt een intensieve ervaring die ze meemaken. Dat kan wel eens meer gebeuren. In besloten kring maak je iets mee wat jou echt iets doet. Waar je mee echt op weg kunt, het geeft je een stukje kracht. Maar nee, het is niet iets om direct met iedereen over te praten. En zo dalen Jezus en zijn metgezellen weer af. Zelf mocht ik ooit op de theologische faculteit waar ik werd opgeleid naar Israël gaan. En we gingen per taxi die berg op de Tabor en we gingen in stilte naar beneden. En in die stilte konden we uitdenken wat het betekende om in de dagelijkse realiteit van alle dag christen te zijn. Gelovige mens van goede wil. Daar heb je, zoals Paulus dat zegt, soms ook mensen voor nodig die voor jou een voorbeeld zijn. En ik hoop, jongens, dat wij voor jullie een voorbeeld kunnen zijn op jullie gelovige weg, op weg naar het vormsel. Ik wou nu iets gaan overhandigen. En dat heb ik hier bij me. Ik pak het even zo. Als het ware een map in het spoor van Jezus. Ik wil jullie die map nu gaan meegeven. Dan heb je als het ware een reisgids op weg naar het vormsel toe. Nee, wij zullen geen topconferenties houden met elkaar. Maar we zullen er wel samen gelovig over spreken. Om in een aantal voorbereidingsavonden met jullie op weg te gaan. En het is niet alleen dat we het hier zullen doen. Ik hoop ook dat jullie je thuis zullen voorbereiden. In ieder geval heel veel sterkte ermee. Oké, jongens, maak er even door. Sorry dat ik even met namen spiek. Maak er even langs. Even. Niels van den Berg. Niels, mag ik jou dit overhandigen als gids? Alsjeblieft. Sven Jansen. Sven, mag ik jou dit overhandigen? Wouter van Diepen. Toch maar even mee. Misschien dat je er. We mogen misschien anderen. Maar neem het toch maar even mee. Ik jou dat symbolisch mag overhandigen. Nina Peters. Gijs Veulings. Gijs, mag ik jou vragen? Elise Takke. Zegt Elise. Danielle Westerbeek. Danielle Sterkte. Femke van Uden. Mooi gedaan. Sterkte Femke. Isabel van Dijk. Sterkte Isabel. Floortje Hooijmaers. Sterkte, Floortje. Inge Pauls. Sterkte, Inge. Emma van Kempen. Sterkte, Emma. Meike Spanjaards. Sterkte, Meike. Bas Meijer. Ik denk dat Bas nog onderweg is. Lotte Iepsta.
Sterkte, Lotte. Damien, Damien van der Wielen. Wiebe Hendricks. Wiebe, sterkte. Annemarie Albers. Ik denk dat jullie allemaal je map hebben. Ja. Dan zeg ik jullie sterkte, mogen jullie gaan zitten en dan zien we elkaar hopelijk dinsdag weer. Oké, bedankt. Wij zijn gelovig onderweg in het leven, in het spoor van Jezus. En soms dan wil je dat wel eens puntig samenvatten. Mag ik u vragen om samen met mij dat te doen, alternerend in de geloofsbelijdenis. Bladzijde 4 van uw boekje. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En al wat zich onze Heer. De ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. De Beatus is het kruis gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik ook oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzing van het lichaam en het eeuwig leven. Mag ik Elisa en Emme naar voren vragen voor de voorbeden? Goede God, wij staan op de drempel van een nieuwe levensfase. Wij vragen u dat wij ieder in ons eigen tempo en op onze eigen manier mogen groeien naar volwassenheid. Dat wij steeds meer kunnen worden wie wij echt zijn. Mogen wij daartoe de steun ontvangen van u en anderen. Laat ons zingend bidden. Laten wij bidden voor al het mooie in deze wereld. Mogen wij u vragen, laat ons respect hebben voor al wat leeft. En laat ons bouwen aan een mooie wereld, vol van vrede en rechtvaardigheid. Laat ons zingend bidden. Laten wij bidden voor alle kinderen die nooit eens een feest mogen vieren. Kinderen die zwaar ziek zijn. Kinderen op de vlucht voor geweld. Kinderen die het slachtoffer zijn van haat. Kinderen dat zij in hun leven toch een lichtpuntje vinden dat hen heel veel vrede en vreugde brengt. Laat ons zingend bidden. Laten wij bidden voor alle vaders en moeders dat zij hun hand op onze schouder blijven leggen als wij bemoediging en steun nodig hebben op onze tocht door het leven. Laat ons zingend bidden. Goede God, wij denken ook speciaal
Speciaal aan alle familieleden die nu niet meer bij ons zijn. Wij bidden dat zij gelukkig mogen zijn bij Jezus. Laat ons zingen het bidden. Vader God, de kinderen in de sloppenwijk van Kiberia in Kenia, die op zoek zijn naar voedsel en onderwijs, zijn ook overgeleverd aan vele gevaren en aan de willekeur van mensen die het slecht met hen voor hebben. Geef toch deze kinderen, die als uw schepsel niet als ieder ander kind recht hebben op waardigheid, geef ze toch uw bescherming, zodat zij hun ongewisse leven goed kunnen doorstaan. Laten we daar zingend om bidden. Goede God en Vader, in de ontwikkelingslanden zijn vele mensen die zich inzetten voor de mensen aldaar. Zo ook in Kenia. Laat deze mensen hun ideaal toch niet uit het oog verliezen. En laten zij zich niet ontmoedigen. Ook niet als het heel erg moeilijk is. Laten we daar zingend om bidden. En laten wij bidden voor de mensen voor wie ons gebed is gevraagd. Wij bidden voor onze vormelingen van dit jaar. En wij bidden ook voor de namen, voor de mensen voor wie met name ons gebed is gevraagd. En wij noemen in dit uur Theodora Elisabeth Bijlaert en Gerard Rutjes, Jan en Ine van Leeuwen Deelij, ouders Schouten Derksen, ouders Heinsbergen Ariens, ouders Aarts Jansen en familie, Leni van de Heuvel Jansen en zoon Bas, Nol van de Boogaard en zoon Theo, Kobi Willems Potjens, Trace Hendricks Palmen, Gerda Bolder Kuppens, Corrie Cornelie Klokke, zus Brink Rossen, Willy van den Heuvel Broekman, Ellen Derks, Annie Jacob Us Hoenzelaar, Ria de Valk Albers, Henriette Hak Hermsen, Dien de Wild Thijssen, Mieke Klerks van Steenhoven, Bertha van Atteveld Reuvels, Marian Derks van Ewijk, Bets Kuppen Doermans, Rijn Fleuren en Nel van Kempen Verwij, mevrouw van Sommeren en Ben Klaassen. Laat ons zingen bidden. Willen wij bidden voor Dave Davies, Frans Schenen, Theo Leenders, Jan Martens, Leo Danen, Theo Kaspers, Ben Kroon, Henk Verhoogd, Sjoerd de Klein, Ton Stoots,
Marijn Peter Sengers, Theo Peters. Laat ons zingend bidden. Wij zijn op deze wijze gekomen aan het einde van de dienst van het woord. Wij gaan nu verder met de dienst van de tafel rondom de tekens van brood en wijn. Er zal nu voor u ook gelegenheid zijn om bij te dragen aan de opbouw van onze kerkgemeenschap middels de collecte. U hoorde in de voorbede de intenties waarvoor deze heilige mis wordt opgedragen. Wij willen nadrukkelijk ook daarbij insluiten mevrouw Dini Kokke-Wissing en mevrouw Mien van Sommeren Schoenmaker die deze week zijn overleden. Samen vormen zij met de namen van de mensen die in de voorbede werden genoemd de intentie voor deze heilige mis. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, gij verwacht van ons geen brandoffer, maar wel het geloof dat gij in alles voorziet en de bereidheid om uw wil te doen. Heilig wat wij u geven
en maak het tot een offer van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Hij heeft zijn eigen dood aan de leerlingen voorzegd en hun op de heilige berg zijn heerlijkheid geopenbaard. Zo moest blijken wat wet en profeten ook getuigen, dat lijden en sterven voert tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Daarom met de engelen in de hemel verheerlijken wij u op aarde en zolang er woorden zijn, zingen wij u toe vol vreugde.
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons, dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten, dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken U dat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. Heilig dan deze gave met de dauw van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen. Hij zegende u, Hij brak het en Hij gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Ook nam hij de beker, zegende u weer en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Heer onze God, zo gedenken wij hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien, die gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer, zij die is en blijven zal, uw rechterhand. En tot hij komt, verkondigen we hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. Wij bidden u, zend dan uw geest in ons die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood. En laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede. Breek het geweld in ons en breng ons thuis bij u uit kracht van hem, de mensenzoon hier in ons midden. Bevestig uw kerk die een ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof. Tezamen met uw dienaar Benedictus, onze paus, en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door hem, met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En laten we dan samen bidden het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een andere hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze darken, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoop verwachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, Je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede des Heren zij altijd met u. En geef aan elkaar dan een teken van vrede.
Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Zalig zij die genodigd zijn naar de maaltijd van de Heer, zie hier dan het Lam van God dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam en het bloed van onze Heer Jezus Christus bewaren ons allen tot eeuwig leven.
Laat ons bidden. Heer, gij hebt u aan uw leerlingen getoond. Wij vragen u, openbaar u ook in het leven van elke dag. Geef ons door deze Eucharistie de kracht om te lijden voor het evangelie. En laat ons eenmaal binnentreden in het onvergankelijke leven waar gij zijt in eeuwigheid. Dan zijn er nog een aantal mededelingen.
U weet dat de kijkzolder, het parochiemuseum, is open van 12 uur tot 1 uur. Er is de vaste actie. Ook dit jaar is daarvoor voor belangstellenden weer een informatieavond. En de informatieavond is op woensdag 27 februari om 8 uur in de Emanuelkerk aan de Homberg 2537. U bent daar van harte welkom. In de nis links achterin in de kerk vindt u ook meer over het project. Om de actie Tumia Poyama voor kinderen in Kibera in Kenia tot een groot succes te maken, zijn we ook nog op zoek naar lopers die een route zouden willen lopen van ongeveer 50 adressen. U kunt zich achterin in de kerk opgeven, daar ligt een formulier waarop u zich kunt aanmelden als u dat wilt, of telefonisch bij de heer Tony Schilte. Meer vindt u daarover in het wekelijks bericht dat ook achterin ligt. Verder moeten wij u melden dat kort geleden werd Pater Jan Stuit benoemd tot waarnemend deken van het dekenaat Druten-Wijchen. Wij moeten u nu thans mededelen dat zijn provinciaal, hij is jezuïet, medebroeder van pastor Benfri, collega-pastor, en de provinciaal heeft hem gevraagd om hem te assisteren als socius, zoals dat heet, voor de Vlaamse en Nederlandse provincie van de jezuïeten. Per 31 juli 2013 zal hij zijn nieuwe functie aanvaarden. De bisschop zal een opvolger zoeken. Van 17 tot 23 maart, dat is de vijfde week van de 40 dagen tijd, is er ook een gebedswijk. Er is dan voor 30 mensen in onze parochie de gelegenheid om intensiever kennis te maken met gebed. Bidden, dat kan hardop zijn dat je samen gebeden zegt of zingt. Maar niet iedereen doet dat zo. Bidden kan ook op vele andere manieren, soms ook in stilte, in je eigen huis. Bidden, dat kan ook zijn bij het lezen van de Bijbel. Er is een gebedsweek die onder andere aangeboden wordt door de paters Jezuïeten en die hier in onze parochie zal zijn en waarin gelegenheid is om kennis te maken met een verhaal uit de Bijbel, dat kies je zelf. En je kunt daarover in gesprek gaan, 's avonds, samen met anderen en met een begeleider, over wat je dan in zo'n gebed ziet. Het is dan niet zozeer de vraag, wat doe jij dan met dat evangelie, maar wat doet het evangelie met jou? Wat roept het bij je op? Waarom? Daar kun je biddend mee leren omgaan. Daar kun je in gesprek mee gaan over met een begeleider die biddend of die naar je luistert en die wil weten wat dit gebed met je oproept. Die samen wil kijken wat het voor jou kan betekenen. 'S avonds is er dan in de week van 17 tot 23 maart gelegenheid om hier in de pastorie, in het parochiecentrum, mensen te ontmoeten die dat ook doen. Daar zullen dan ook de begeleiders zijn. De parochie zal goedeels de kosten verbonden aan deze week voor zich op zich nemen. Van degenen die willen meedoen, wordt gevraagd of zij €10 aan bijdrage willen betalen. Want ja, als je samenkomt, dan zijn er ook de kleine materiële dingen. En stel je nou voor dat je toch even ook geen koffie hebt. Puntje, puntje, puntje. Kleine dingen. In ieder geval van harte aanbevolen. U kunt zich aanmelden bij de eerst aanspreekbare pastor van de wijk van de parochiekerk. Dit waren de mededelingen. Ik wil iedereen van harte danken voor de komst doorheen de sneeuw. Dat is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als je wat ouder bent. Ik
wil danken voor uw komst. En laten we dan de zegen vragen van de Heer, dat hij ons kracht mag geven om weer gelovig op weg te gaan. De Heer zal bij u zijn. Zegene u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.